Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 15 oktober 2015. Dit is het bulletin van donderdag. Begin van dit jaar is bekendgemaakt dat vanwege verscherpte veiligheidsregels de activiteiten van verschillende amateurrepeaters in de reportagecabine, ook bekend als kraaiennest op de Gerbrandytoren, zullen moeten wijken. Dit betreft zowel PI6 ATV, PI1 UTR, PI3 UTR, PI610 als PI2 NOS. Het goede nieuws is dat de amateurrepeaters wel op de toren mogen blijven. Ze moeten echter met hun apparatuur naar het betonnen gedeelte toe. Je kunt je voorstellen dat dit betekent dat er lange coaxkabels gebruikt moeten worden, wat met name op heel hoge frequenties, zoals PI6 ATV, met problematische verliezen gepaard kan gaan. Lange tijd werd gevreesd dat de verplaatsing van de apparatuur enigszins zou samenvallen met de ballonvossenjacht, maar dat is gelukkig niet het geval gebleken. Wel hebben de relaisgroepen recent bekendgemaakt dat ze van beheerder Alticom in elk geval in december de apparatuur op 220 meter hoog moeten uitschakelen. Veel is er op dit moment nog onduidelijk. Het lijkt geen twijfel dat de repeaters op de toren actief zullen blijven, maar of er een overgangsfase zal zijn waarbij de repeatersystemen waaronder PI2 NOS, PI3 UTR en PI6 ATV verminderd zullen functioneren en hoe lang dat dan zal zijn, dat alles is ook bij de repeatergroepen waarschijnlijk nog niet bekend. De groepen hebben op verschillende websites, waaronder hobbysco.nl, aangegeven dat tegen eind van december hier meer informatie over bekend zal worden gemaakt. En ook hebben ze bekendgemaakt dat de voorbereidingen naar de verplaatsing van de apparatuur ook al enige tijd in gang zijn gezet. Hi, this is Dr. Tony Phillips calling with the Space Weather Alert. Earth is heading for a solar wind stream that could trigger geomagnetic activity. Skywatchers should be alert for auroras. Meanwhile, check spaceweather.com for more information. Op de zon is een enorm gat in de atmosfeer ontstaan die zonnewind in de richting van de aarde stuurt. Omdat dit zogenaamde coronal hole ongewoon groot is, is de kans dat deze zonnewind de aarde raakt ook vrij groot. Al dagen wordt de aarde geraakt door toenemende vlagen van zonnewind, wat ook te horen is aan de vele aurora-meldingen op PI2 NOS, en aan de slechte condities op de korte golf. Binnen de beide poolcirkels vinden momenteel al kleine magnetische stormen plaats. Coronal holes zijn plaatsen in de atmosfeer van de zon waar het magnetisch veld wijkt, waardoor de op de zon aanwezige zonnewind kan ontsnappen. Deze zonnewind bestaat uit plasma die vrij aan de zon kan ontsnappen dus. Voor een groot deel van de komende week zal de ruimte in de directe omgeving van de aarde in het teken staan van deze zonnewind. De kans op polaire geomagnetische storm voor de komende week is volgens het Amerikaanse Weerinstituut NOAA 65%. Deze stormen gaan gepaard met prachtig polair licht in een aantal gevallen. Het bij tijden hilarische Amateur Logic TV van onder andere George Thomas viert zijn 10-jarig bestaan met een special in hun 83ste editie. Het internet-tv-programma in het Engels gaat over onze hobby op een technische manier. Regelmatig zijn de producttests te zien en het meest grappig zijn de bouwfilmpjes die George gepaard gaan met veel visuele en geluidseffecten maakt. Mis de jubileumuitzending dus niet op www.amateurlogic.com/downloads.htm, maar je kunt de afleveringen ook op YouTube bekijken als je zoekt op Amateur Logic TV. Ja, dan opnieuw een beetje een dienstmededeling. Ik heb helaas de korte golfuitzendingen voor langere tijd moeten stopzetten. Momenteel zit ik met een wat langere nasleep van de griep van een paar weken geleden. Ik heb daardoor ook behoorlijk wat minder energie, zoals ook te merken is aan de keren dat ik me momenteel 's ochtends verslaap. De lange uitzending van morgenavond komt helaas om die reden ook nog een keer te vervallen. Hopelijk gaat het volgende week weer beter, maar ik denk dat het voor nu beter is om voorlopig niet de extra moeite van een tweede uitzending op de HF-banden nog erbij te doen. Volgt nu nog het tweede deel van het item over portofoonantennes dat ik vorig jaar voor PI4AA maakte. Dat item was overigens grotendeels gebaseerd op een artikel dat ik voor het blad Verbinding heb gemaakt. Ja, waarom zou een fabrikant geen perfecte antenne bij zijn portofoon leveren? Zo vroeg ik me af. De portofoon die ik zelf vrij veel gebruik, de IC92D, of eigenlijk voluit ICE92D moet ik zeggen, beschikt over een breedbandige ontvanger. Die loopt van 495 kHz tot en met 999 MHz. En toen ik een van de twee voor de experimenten gebruikte antennetjes probeerde, wist ik meteen het antwoord. Ik gebruik de IC92 namelijk niet alleen op de amateurbanden. Ik luister er onderweg ook regelmatig mee naar nieuwszenders Radio 1 en BNR Radio. Dat luisteren op de FM-band gaat met een SRA 36 van Diamond of vergelijkbaar nagenoeg niet. Of in elk geval niet heel goed. Geen wonder. Want volgens de specificaties is het antennetje ook niet geschikt voor de omroepband. Overigens wel voor ontvangst op een aantal andere banden. Wil je met een antenne ook de middengolf en de korte golf omroepbanden kunnen luisteren, dan werkt hij op de amateurbanden heel hoog, dus gewoon iets minder goed. De originele antenne van het eerder genoemde ICOM-apparaat kun je behalve voor zenden en ontvangen op 70 cm en 2 meter ook probleemloos gebruiken voor ontvangst op bijvoorbeeld middengolf, korte golf, 27 mc, 6 meter, 70 MHz, FM, omroep, etc. Breedbandigheid heeft hier zijn prijs.
De SRA-36 en de daarop lijkende SMA-24 van Comet zijn een rond 40 centimeter lange zeer flexibele spriet. Het onderste deel bevat een aanpassing en de SMA-connector van de antenne. De overige tientallen centimeters, dat is vrijwel een halve golf op 70 centimeter, vormen dus de zendantenne. De stroombuik op de 70 centimeter band, daar zit dus de uitstraling die je wilt hebben, zit bij zo'n antenne precies in het midden. Misschien dat het nog wat uitmaakt als het hoofd, dat ook voor 80% uit water bestaat van de gebruiker, dat veld niet in de weg zit. Bij de meegeleverde antenne zit, zoals bij de meeste antennes, de stroombuik in het deel dat zich net boven de aansluitconnector bevindt. De meegeleverde antenne, dat zijn de antennes die origineel bij de portofoon zitten. Daarmee zit het hoogfrequent veld grotendeels ter hoogte van het hoofd van degene die erin praat. Een prettig idee aan de SRH36 is dat hij door zijn flexibiliteit en lichte gewicht de SMA-connector op de portofoon nauwelijks belast. Minder nog in ieder geval dan de originele antenne. Bij veel portofoons zit die connector slechts op de printplaat bevestigd, gesoldeerd en alleen losjes in de portofoonbehuizing geklemd. Ik besef dat het maar een heel summiere praktijktest is, waarbij ik net als bij de andere antennes verder niet naar de 2 meter band heb gekeken en ook niet naar omgevingsinvloeden, bandbreedte, het effect van verschillende portofoonbehuizingen op de uitstraling en een aantal andere factoren. Niettemin kan ik zeggen dat de gebruikte losgekochte antenne flink wat beter werkt dan de originele antenne van de meeste portofoons. Als ik moet schatten, dan moet het misschien wel rond een S-punt verschil maken. Maar goed, ik moet het daarbij een schatting houden. Feit is dat het een flinke verbetering betreft om eens een andere antenne aan te sluiten. Het werkt ook een beetje voor de Chinese porto's. Daar heeft het niet zozeer met de breedbandigheid te maken, maar daar zijn de meegeleverde antennes vaak wel wat aan de matige kant.